Kenzo Goudmijn stond afgelopen vrijdag voor de 11e keer in de basis bij Jong AZ. De 17-jarige middenvelder is alweer bezig aan zijn tweede seizoen in de keukenkampioendivisie. Het is natuurlijk een heel groot verschil met jeugdvoetbal. Dat merk ik gewoon in mijn fysiek, van hoe ik ermee omga, het loopvermogen. Het wordt allemaal beter. Het is logisch omdat je op een hoger niveau gaat spelen. En voor de rest, ja, omdat je op een hoger niveau gaat, gaat alles sneller. Daar word je ook gewoon beter van en daar ga je aan winnen. En als je dan bijvoorbeeld terugkomt bij een laag team, dat je dan ook merkt dat je daaraan gewend bent. Is dat je daar opeens meer ruimte krijgt als je dan terugkomt. Maar ik denk dat ik daar gewoon mezelf in heb verbeterd. Doordat ik die wedstrijd heb gespeeld, die ervaring op heb gedaan. Dat je gewoon meer daaraan gewend raakt en ook sneller gaat spelen, sneller handelen, meer om je heen kijkt. Als je Kenzo inspeelt met een man in zijn rug rond de middenlijn, dan draait hij lachend bij je weg. Goudmijn ontwikkelt zich dus goed dit seizoen, maar weet ook waar zijn verbeterpunten liggen. In het loopvermogen heen en 16 tot 16. En dan, ja, dat vooral. Dus ook voor, maar vooruit en achteruit. Maar dat was vooral aan het begin van het seizoen. Zeg maar, toen ik net keukenkampioendivisie ging spelen dan. Maar ja, dat gaat nu al beter, alleen daar ben ik gewoon mee bezig. De dingen die hij nu doet, willen we allemaal op een hogere intensiteit. Dus op het moment dat hij straks echt richting het eerste wil, dan moet je nog sneller vrijlopen. Dan moet je nog sneller omschakelen. Dus daar hameren we heel veel op. Daarnaast is het zo binnen het aanvallen dat hij vaker dichter bij de goal van de tegenpartij in positie moet komen om daar assisten te geven of zelf doelpunten te gaan maken. Dus zijn rendement binnen het aanvallen kan nog hoger op het moment dat hij dichter bij de goal van de tegenpartij komt. En we willen dat hij verdedigend nog sterker gaat worden. Want ook als middenvelder moet je toch ook je mannetje staan in het verdedigen. Nou, daarin zie je dat hij in de grondduels al mooie stappen maakt. Maar ook de duels door de lucht en dan moet hij aan de bak. Wat is je doelstelling voor nu, voor dit seizoen? Sowieso met ons team willen we meer punten halen. Dus daar ga ik voor en daar ga ik hard mijn best voor doen. En ik hoop zo snel mogelijk bij het eerste aan te sluiten. Hoe groot is zijn talent? Dat kan je altijd pas achteraf zeggen. Dat kan je pas aan het einde van je carrière zeggen. Nee, Kenzo heeft heel veel aanleg, laat ik het zo zeggen. Maar hoe groot uiteindelijk zijn talent was, dat zei Buffon ook ooit mooi. Dat kan je echt pas zeggen na je carrière.